Wie is het beste levende standbeeld ter wereld? Die vraag draait het dit weekend in Arnhem. Voor het laatst. Morgen de verkiezingen. Vandaag waren de standbeelden van over de hele wereld al te bewonderen. Voor het laatst dus, want volgens de organisatie is het niet meer te betalen. Veel oud-kampioenen dit jaar die zich opmaken voor het WK. De meeste kwamen hier vaker, want Arnhem is een grote speler in de wereld van levende standbeelden. Er zijn veel in Nederland en Duitsland onderweg en mensen kennen het gewoon van Arnhem. Zeggen ze, oh, statues in Arnhem, oh, daar heb ik jou gezien. Dat blijf je gewoon zo lang terug horen. En ik denk ook wel dat de binnenstad er zich leuk voor leent. De straten zijn weer niet te breed, niet te smal. Je hebt leuke hoekjes, je hebt leuke plekjes, je hebt meerdere kleine pleintjes. How are you? Good. 23 jaar geleden organiseerde hij het voor het eerst, toen in opdracht van de gemeente. Tickets geboekt naar Barcelona, Wenen, Londen, Madrid. We hebben ze overal letterlijk van de straat gehaald, al die artiesten. Want die waren helemaal nog niet nergens te vinden. En toen we hier het eerste jaar deden, was de Ramblas in Barcelona leeg, want ze stonden allemaal hier. Al snel groeide het uit tot het grootste evenement ter wereld op het gebied van levende standbeelden. Toch besloot de gemeente 4 jaar geleden het niet meer helemaal te bekostigen. De kosten werden te hoog. Het werd te duur. Als je het kwaliteitsniveau wil vasthouden en je wil ook het karakter van het wereldkampioenschap vasthouden, dat betekent dat er mensen uit Zuid-Amerika, uit Australië, weet ik niet waar vandaan moeten komen, met grote ploegen ondersteuning, dan wordt dat gewoon te duur voor een stad als Arnhem. Sindsdien betaalt de gemeente nog wel wat subsidie, maar de rest moet de organisatie ergens anders vandaan halen. En dat is niet zo makkelijk. Alleen de vluchtkosten zijn al €40.000 verder. Dus ja, het is gewoon een duur evenement. Ja. En ik kan het niet allemaal uit de markt halen. En KLM staat echt niet te sponsoren om mij die €40.000 te geven. Dus ja, dat doen ze gewoon niet. En dus stopt hij ermee. In ieder geval hier. Wel praat hij inmiddels met steden over de grens. Dus wellicht staat het WK dat groot werd in de straten van Arnhem in de toekomst wel in Macedonië, China of Kroatië.